Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Maar soms is er een stimulans nodig. De gemeente Leudal heeft dus samen met het Huis voor de Sport een project opgezet. Om te gaan fitnessen. We zijn hier in Neer in de Haarmerker en hier wordt druk getest. We zijn hier bezig met een fittest. Wat is georganiseerd door de Universiteit uit Groningen. Het heet het Galm project. En dat is een heel groot project. Waar dat ze in 12 wijken tijd probeert de mensen aan het bewegen te krijgen. En ook te kijken van wat vinden de mensen leuk. Wat werkt bij mij, wat past bij mij om te gaan bewegen. Wat vind ik fijn om te doen en wat kan ik dat gaan doen. Nu wordt er een test gedaan, een wie fit dat stichtbest. Er wordt een snelheidstest gedaan, een krachtmeting gedaan, een uithoudingstest gedaan. Het zijn 8 verschillende testen. Dat wordt allemaal genoteerd, dat wordt in de computer gezet. En dan wordt dat vergeleken met de Nederlandse heer of dame van die leeftijd. Dus dan kun je zien, als je deze test klaar hebt, kun je zien waar dat zichzelf steeds, wie fit best is ten opzichte van die mede-Nederlander hier in, als vrouw of dame van mijn leeftijd. De deelnemers die gaan hier de shuttle walk doen en ze moeten lopen van pion naar pion. En iedere keer op een piepje moeten ze bij de volgende pion zijn. Het is een wandeltest die begint met 4 km per uur en die loopt op naar 7 km per uur. En als iemand hem helemaal uitloopt, dan lopen ze 12 minuten. En op een gegeven moment weten we dat, hoe dat gesteld is met onze fitness. En dan? Nou, van hier goed, als je deze test hebt gedaan, dan wordt dat dus in de computer gezet. Vanuit de computer geeft ze dus naar een adviseur. Die kan je adviseren van, god, hey, de best fit zat, de duis zat, dus blijf zo doorgaan. Of die zeggen van, je ligt een beetje onder de maat. Het zou heel fijn zijn als je het meer ging bewegen. En dan is dit hier in de buurt allemaal wat we kunnen doen. Maar dus er werden ook nieuwe groepen opgestart. En dat zijn de galmgroepen. En die werden dus opnieuw opgestart en die door 12 wijken. En in die 12 wijken gaan we met die groep mensen allerlei sporten doen. Van naar de fitness, yoga, zit-yoga, dansen, gymmen, Nordic walken, gewoon wandelen. Dus gewoon alles, ook waar de mensen behoefte aan hebben. Als ze zeggen van, goh, we willen eigenlijk eens naar het zwembad, nou, dan gaan we kijken of we met die mensen naar het zwembad kunnen gaan. En wordt dat betaald door de gemeente? Nee, de gemeente stuit die wel in met. Die hebben dit ondersteund. Die hebben ook metgeholpen met de testen, met de brieven uit te geven. Maar dit is een subsidie is aangevraagd bij het Galmproject. En daarvan moet hebben we het subsidie. Dus dat is een landelijke subsidie. Nou, de gemeente en deze wat ondersteunende diensten verricht, laat ik dat zeggen. We hebben bij de werving van de mensen wat gefaciliteerd, het verzenden van de brieven en dat soort zaken. En natuurlijk wordt dit in een gemeenschapsaccommodatie, vindt deze activiteit plaats. De gemeente vindt gewoon gezondheid, fitheid heel erg belangrijk, want dat draagt natuurlijk bij aan een gezonde leefstijl, aan een langer leven, aan een gelukkiger, plezieriger leven. 3, 2, 1, ja! De deelnemers betalen, als ze met willen doen aan die galmgroepen die opgestart werden, betalen die 4,50 voor een les. En waarom is dat? Omdat als ze door willen gaan, dus het is een project van 12 wijken en daarna wordt er gekeken van god, wil ik doorgaan? Wil ik met deze groep doorgaan? Wil ik ergens anders mee doorgaan? En dan moeten ze zichzelf kunnen bedruipen. Dan moet de leraar betaald worden, de huur moet betaald worden. Dus, en dan moet er toch al een bijdrage betaald worden. Dus vertrek vanaf het begin. Het is niet voor niks. Dan moest je gewoon even een kleine bijdrage geven. Dus stel, als mensen dit zien, dan zien die testen al geweest. Als we dit gaan uitzenden. En er was toch nog deelnemen aan zo'n project. Geet dat nog? Ja, dat geeft nog, want we doen in oktober, die gaan we in de dorp halen en huur, gaan we hetzelfde doen als hier.
dat project is aangevraagd ook, maar omdat het anders een te groot opgezet iets was, dat we dus niet in één dag kosten doen, hebben we de dorpen gescheiden. Dus in oktober is halen en huur aan de beurt. En dan kunnen de mensen die nu nog willen, kunnen zich dan aanmelden.